mijn naam is Irene en je kijkt naar dit filmpje omdat je last hebt van een bepaalde gewoonte, tic, hoe je het wil noemen, waar ik ook last van heb gehad en waar je misschien van denkt, ik kan er nooit van afkomen, maar ik ben er ook van afgekomen en jij kan dat ook. En dat voelt hemels en daarom wil ik graag mijn verhaal met je delen, want daar heb je misschien wat aan. 20 jaar geleden ben ik begonnen met het trekken van mijn haar, het uittrekken van mijn haar en dat zag je niet direct. We laten wel mijn haar wat dunner, kale plekken, vervelend. Het vervelende vond ik, ik deelde het met niemand. Want je schaamt je ervoor en je voelt je er eigenlijk doodongelukkig bij. Je kan gewoon je school afmaken, diploma's halen, studie afronden, functioneren op je werk, gezin stichten. Maar altijd zit er iets in je van het geheimpje waar je eigenlijk doodongelukkig van. Ongelukkig van wordt. En daar wil je van af. Maar het lukt je niet. Nou, ik wil je vertellen dat je er wel van af kan komen. En dat ook als jij dat wil, dat je daarmee kan stoppen. Na 20 jaar, dat is best een hele lange tijd, heb ik het uiteindelijk eruit gegooid. En verteld aan mijn partner. En hoe ik dacht dat hij zou reageren. Dus nou, dat moet je gewoon niet doen. Stop ermee. En zo reageerde hij niet. Hij zei, als jij dat wil, dan help ik je erbij. En gaan we samen op zoek naar een oplossing. Wat hij gedaan heeft, heb ik al die tijd niet gedaan, is op zoek gaan naar informatie daarover. Hij kwam erachter dat het een naam had, trichotillomanie. En is informatie erover gaan zoeken en lezen en liet mij die lezen. En zo kwam ik erachter dat ik niet de enige ben in de wereld die last heeft van deze gewoonte. En ook dat ik eigenlijk niet gek ben. Want je vindt jezelf... Misschien herken je dat wel, je vindt jezelf raar en vreemd en dat doe je toch niet. Door daar informatie over te lezen en in contact te komen met Rick, ben ik van deze nare gewoonte afgekomen. En ik kan je vertellen, dat voelt echt geweldig, dat voelt hemels. Niet meer de behoefte hebben om haren uit je hoofd te trekken, terwijl je dat zo lang in alle eenzaamheid eigenlijk gedaan hebt. Het is in één woord geweldig. En ik weet dat als jij dit filmpje zit te kijken, je misschien denkt, nou, dat is voor mij niet weggelegd. Ook jij kan het en ook jij kan hiervan afkomen. En ja, ik gun het je. En ik zou zeggen, sta op en onderneem actie, want jij kan ook hiervan afkomen. Serieus.